Vandaag mee met onze elevator pitch over Fonds Handicap Sport. De hoofddoelstelling van het onderzoek van Waalhuis Consultancy is om te kijken hoe gehandicapte sportfonds de collecte inkomsten met 100.000 euro kan zien toenemen. De gedachte waar wij mee spelen, waar wij mee denken dat het kan, is dat we de vrijwilligers meer moeten betrekken bij het project, net als de sportverenigingen. Jij een kans, maar ook zij een kans. Dingen waar wij nog meer over nadenken zijn online doneren, goede doelen shop, kijken of je dat op een bepaalde manier eraan kan koppelen om zo de collecte inkomsten te doen verhogen. Ten eerste hebben wij in de goede doelenmarkt gezien dat de algehele inkomsten terugnemen. Dit komt mede door de donaties die teruglopen, de giften en de schenkingen, zowel als de subsidies. Deze dan ook teruglopen door het medefinancieringsstelsel dat is aangepast. Wanneer wij kijken naar de trends op het gebied van geefgedrag van Nederlanders, zien wij ook dat dit is afgenomen. Dit is naar een dieptepunt gezakt sinds 2006. Wanneer we kijken naar het geefgedrag op basis van leeftijd, is er ook te zien dat naarmate de mensen ouder worden, er meer wordt gedoneerd aan goede doelen. Daartegen staat wel dat naarmate je ouder wordt, het vertrouwen in goede doelen wel afneemt. Als laatste trend hebben wij onder de vrijwilligers, er zijn meer vrijwilligers in de sportsector die daar werkzaam zijn. Alleen fondswerving is een van de punten die minder populair is geworden onder deze vrijwilligers. Voor ons uiteindelijke adviesrapport maken we gebruik van twee soorten onderzoek. Zowel kwalitatief als kwantitatief. Voor het kwantitatieve deel gaan wij 400 verenigingen ondervragen. Deze verenigingen gaan we ondervragen om een beeld te krijgen waarom sommige clubs nou actief participeren in de collectes en sommige niet. Waarom kunnen zij de vrijwilligers actief betrekken in het collecteren en waarom anderen niet? En het kwalitatieve onderzoek bestaat uit expertinterviews. Bij deze experts willen wij toetsen of onze uitkomsten van het kwantitatieve onderzoek juist zijn en kijken of zij onze bevindingen kunnen aanvullen met hun bevindingen vanuit de praktijk. Graag gaan wij met uw hulp van start in dit onderzoek.